Welkom bij dit webinar van de VNG en we gaan het vandaag hebben over de geïntegreerde staalkaarten en met name over de ontwerpkeuzes en structuur die we daarbij hebben gekozen. Mijn naam is Nienke van Rensen, ik werk bij de VNG onder andere aan deze staalkaarten in het programma Omgevingswet. En naast mij staat Maarten. Maarten, hallo. Ja, Maarten Engelberts, ik ben ook werkzaam bij de VNG in het team staalkaarten en vind het heel leuk om jullie mee te nemen in wat wij de afgelopen tijd in elkaar hebben gezet met die staalkaarten. Dat was best een hele ontdekkingstoer ook. En we hopen jullie daar kort in mee te nemen. Zeker. En dat gaat dan nu om de geïntegreerde staalkaarten van het omgevingsplan. Dus eigenlijk een combinatie van alle staalkaarten die we in de afgelopen 4 jaar hebben gemaakt. En daar hebben we 1 versie van gemaakt. En dat lichten we jullie hierbij graag nader toe. Dan nemen we jullie graag in mee. En we bespreken vandaag deze geïntegreerde of eigenlijk ook de geconsolideerde staalkaarten. En van belang is daarbij juist de vraag, wat zijn de staalkaarten en hoe zijn ze tot stand gekomen? En welke keuzes maak je uiteindelijk bij het opstellen van een omgevingsplan? En we gaan dan ook juist in op die verschillende ontwerpkeuzes voor deze staalkaarten. En daarbij bespreken we onder andere de doelen en de oogmerken, maar ook de 3 openingszinnen. Ja, het is echt waar, in een omgevingsplan. Insluiten, uitsluiten of eventueel voorwaarden stellen. En daarbij gaan we zeker ook in op het verschil tussen gebiedsgericht of themagerichte benadering, die we dan opnemen in de regels van het omgevingsplan. En deze geïntegreerde staalkaarten van het omgevingsplan zijn onlangs gepubliceerd op de website van de VNG, 17 juni 2022. En deze hebben we in een HTML-versie gepubliceerd. Die vindt u ook op de website. En daarbij vindt u de regels, maar ook de artikelen, artikelgewijze toelichting en een algemene toelichting. En het blijft alleen niet bij die toelichting, want alles wat we vandaag vertellen, de kern daarvan vindt u ook terug in het handboek Omgevingsplan ontwerpen. En dat is het handboek dat we hebben opgesteld voor de professionele opsteller van het omgevingsplan. En waarbij we u juist stap voor stap aan de hand nemen en u door de keuzes leiden die je uiteindelijk moet maken om het omgevingsplan op te stellen. En dit handboek is toch tegelijkertijd tot stand gekomen, Maarten? Ja, dat is me toch wat. Een handboek voor het opstellen van een omgevingsplan. Ik denk een groot deel van omgevingsrechtelijk Nederland toch wel naastig op zoek is naar het antwoord op de vraag, hoe doe je dat dan, het maken van zo'n omgevingsplan? Wat wij hebben gedaan eigenlijk, alle worstelingen die wij daarmee hebben gehad de afgelopen tijd, met gebieden en met thema's en activiteiten. En hoe je dat omgevingsplan structureert in termen van een soort inhoudsopgave, maar met name ook hoe je het modelleert. Met andere woorden, hoe kneed je nou eigenlijk een goede regeling in elkaar? Een beetje vergelijkbaar met hoe een architect, die begint ook eerst met een soort uitschoolschets. Die gaat vervolgens invullen als hij een nieuw huis ontwerpt bijvoorbeeld. Dat doen we ook in dat handboek. En daar staan eigenlijk 3 stappen centraal. Wat wil je precies regelen? De beleidsvraag. Wat is mijn regelruimte? Oftewel mijn kaders vanuit bijvoorbeeld instructieregels van het Rijk of de provincie. En hoe dan? Nou ja, dus die 3 vragen komen ook in het handboek aan de orde. Dus alles wat we hier vertellen over het materiaal wat we hebben gemaakt, kunnen jullie ook nalezen in dat handboek. Nienke zei net al terecht van het komt op de, staat al deels op de VNG-website. De resultaten die we maken gaan we natuurlijk, en dat hebben we deels ook al gedaan, in het digitaal stelsel van de Omgevingswet publiceren. Zodat die daar in zijn digitale vorm raadpleegbaar is. Zeker, en we hebben dus ook verschillende voorbeelden die we vandaag laten zien, hè, van de geïntegreerde staalkaart. Dus in ons verhaal laten we juist ook zien van die regels hoe dat dan werkt. En wat ik al zei, bijna alles wat we vandaag bespreken vindt u dus ook in het handboek. En dat is nogal wat, want we gaan van bestemmingsplan naar omgevingsplan. Ja, dat is een hele stap. Dat is een stap waar we zelf heel enthousiast over zijn. Sowieso over die staalkaart, dat zullen jullie wel merken gedurende ons verhaal. Het is gewoon een heel mooi ding, dat omgevingsplan. Ik kan me ook voorstellen, dat hadden wij natuurlijk ook, hebben wij ook. Het is ook een complex ding, maar juist daarom is het goed om er ook stapsgewijs doorheen te gaan. De bestemmingsplan, zoals u dat nu hier links op de slide ziet, een beetje overdreven misschien, maar het is toch echt een fragment van een stuk bestemmingsplan waarbij geel iedereen de bestemming wonen herkent, tenminste de ingevoerde mensen. Dat lichtgroene die strook, dat is de bestemming tuin. De ingevoerde planologen en juristen zien dat direct. En die herkennen zo'n zwart lijntje als een bouwvlak. En die herkennen die cirkeltjes die erin staan als de bouwhoogte en de goothoogte. Dat is hoe we een bestemmingsplan gewend zijn te maken met een vaste tekenset. En vaak ook een soort juridische luchtfoto van de bestaande situatie. Dat is een manier van wetgeving die eigenlijk best wel bijzonder is.
Zeker, eigenlijk zien we dat nergens, hè? Dat je op die manier zo de bestaande situatie verankert. En dat is ook eigenlijk iets wat we nu gaan loslaten onder de Omgevingswet. Ja, en dat is eigenlijk ook deels een veranderopgave, die hele Omgevingswet. Maar we hebben hier een fragmentje daarvan verbeeld, hè? Want rechts zie je dan de Omgevingswet aanpak staan, zoals wij die ook al hebben gehanteerd bij de staalkaarten. En daar zie je eigenlijk dat we dat plan in tweeën hebben gesneden, zeg maar. Aan de bovenkant zie je dan de regels staan, met de vergunningplicht en meldplichten, de mogelijkheden die er zijn, de juridische kaders, zeg maar. En daaronder zien we de bestaande situatie, die natuurlijk dagelijks ook verandert. Mm-hmm. Dus je kunt bijvoorbeeld bovenin zeggen, maximaal 5 cafés in dit gebiedstype centrum. En daaronder wil je ook weten van hoeveel zijn er dan nu? Nou, 4, maar dat zijn er morgen 5. En dan zie je ook dat de gebruiksruimte op is. Gebruiksruimte is een begrip waar eigenlijk dat omgevingsrecht van aan elkaar hangt. Hè? Dus naast de cafés hebben we natuurlijk tal van onderwerpen die in dat omgevingsplan worden geregeld. Waarbij het nuttig kan zijn om de regels en de feitelijke situatie even uit elkaar te trekken. En dan ga je dus meer met algemene regels werken. Ja, je zou dat omgevingsplan bijna een omgevingsverordening noemen. Maar ja. Het krijgt wel het karakter van een verordening met algemeen verbindende voorschriften. Mm-hmm. Meer dan het bestemmingsplan nu. En en hoe we dat dan gaan opbouwen, dat gaan we de komende jaren zien. Stapsgewijs, hè, want we krijgen van rechtswegen. Dus de Omgevingswet die treedt op 1 januari in werking. En dan krijgen we van rechtswegen, top, van de wetgever eigenlijk cadeau, een omgevingsplan van rechtswegen, zoals je dat hier ziet. Helemaal links in het in de figuur. En dat bestaat dan uit de Bruidschat, wat gedecentraliseerde rijksregels zou je kunnen zeggen. Nou, wat? 70 pagina's. Mm-hmm. Bestemmingsplannen waar het omgevingsplan uit bestaat en een drietal lokale verordeningen, mm-hmm, die met name genoemd zijn. En dan ga je hem stapsgewijs opbouwen naar dat omgevingsplan nieuwe stijl. Dat doe je themagewijs, maar ook gebiedsgericht en in de praktijk een beetje van beide waarschijnlijk. Ja, en wij gaan eigenlijk bij onze staalkaarten uit van wat u helemaal rechts ziet op het plaatje. Namelijk de situatie waarin we een volledig omgevingsplan nieuwe stijl hebben. Dus waarbij we eigenlijk aan het einde van die overgangsfase zitten. En daarin laten we dus u graag zien welke mogelijkheden je dan kan kiezen, toch, voor de structuur. Wat een luxe hebben we hier eigenlijk op het VNG-kantoor in Den Haag, dat wij ons kunnen verplaatsen en de ruimte ook hebben in 2030. Terwijl je bij de gemeente natuurlijk hard bezig bent met de opgave van vandaag. Dus daarom reiken we dit ook zo uitgebreid aan u aan met allerlei materiaal. Omdat we denken dat het u kan helpen richting, vanuit die waan van de dag ook zeg maar stappen te zetten richting dat omgevingsplan nieuwe stijl. Ja, want onze project Staalkaart is met name om te laten zien hoe het zou kunnen werken, hè, in de praktijk. Dus we willen een voorbeeld geven van hoe die regels eruit kunnen zien. En we begrijpen uiteraard dat wij die luxe hebben om naar dat ideaalbeeld toe te redeneren. Maar we hopen wel dat het juist iedereen bij gemeenten ook inspireert. En in ieder geval het als leidraad kan zijn wanneer je zelf aan de slag gaat met het opbouwen van dat omgevingsplan. En daarmee moeten we denk ik wel zeggen dat een staalkaart ook heel veel dingen niet is. Dat het namelijk geen bestemmingsplan is. Hoewel we daar wel vandaan kwamen, zijn we dus nu veel meer bezig met regels stellen, algemeen geldende regels. En het is ook geen modelverordening. Daar werken we ook heel hard aan bij de VNG, ook in het kader van de Omgevingswet. Maar de staalkaarten zijn duidelijk geen modelverordening. Je kunt ze ook niet 1-op-1 overnemen door uw raad en dan laten vaststellen voor de lokale situatie. En daarnaast is het ook helaas geen standaard vergelijkbare bestemmingsplannen. Waarin ook al helemaal duidelijk is welke vakjes en welke kleuren gebruikt moeten worden. Om uiteindelijk te laten zien welke bestemmingen gelden. Precies, want dat laatste 70% van de bestemmingsplannen wordt nu door marktpartijen adviesbureaus opgesteld. En we kunnen het ons als VNG ook niet permitteren om dus ook een format te maken voor het hele omgevingsplan. We doen ook de overdracht nu richting die marktpartijen. Daar hebben we ook de laatste tijd al intensief mee samengewerkt. Dat vind ik ook fijn en dat is ook goed, omdat je daarmee tot een gezamenlijk product, mm-hmm, kunt komen. Dus beschouw dit ook als een soort van overdracht van ons richting die marktpartijen in publieke vorm. Dus hoop ook dat ze het vanaf hier verder oppakken. Daar hebben we alle vertrouwen in, gelet op het overleg wat we met ze voeren. Wat
misschien ook nog goed is om te noemen het laatste punt. Hè. De staalkaarten zijn een voorstel voor hoe de opzet en de indeling kan werken. Dus als u andere voorstellen en ideeën heeft, ga uw gang. Dat is één. Hè. Zie het ook als een uitdaging, zeg maar. Maar wat het dan ook niet bevat, is beleidskeuzes. Want wij zijn natuurlijk als VNG ook helemaal niet democratisch gelegitimeerd om beleid te voeren of wat dan ook. Dat is ook helemaal niet onze inzet geweest. We zien ook dat veel gemeenten eigenlijk in eerste instantie beleidsneutraal willen overgaan naar de omgevingswet. En daarna zich gaan beraden op de beleidskeuzes. Daar kunt u de staalkaart dus voor gebruiken. Het is niet regelneutraal, beslist niet naar regelneutraal, maar wel beleidsneutraal kunt u het omhangen. Ja, en het gaat ons er vooral om te laten zien dan inderdaad hoe die structuur dan kan werken, hoe je dat kan opbouwen, hoe je bepaalde verschillende beleidsthema's met elkaar kan vervlechten, hoe je met verschillende gebieden kan werken binnen je ambtsgebied. Maar inderdaad, het is ook niet een blauwdruk van hoe je bijvoorbeeld regels stelt over wonen of over het buitengebied. Want dat is, daar zijn wij helemaal niet goed in bij de VNG. Dat is elke lokale gemeente en college in de raad veel beter in, denk ik. Ja, dat laatste geldt ook zeer sterk voor de bruidsgat. Die wordt natuurlijk ook niet voor niets gedecentraliseerd. Die kun je pas goed maken als je daar lokale keuzes over maakt. Zeker. En in ieder geval, dit project Staalkaart, hè, is niet over één nacht ijs gegaan. We zijn hier denk ik 4 jaar, 2018 denk ja, ik, dat we hiermee begonnen. Inderdaad, 2018. Ja, toen zeiden we, nou laten we maar als VNG eens kijken of we een voorbeeld kunnen maken van een omgevingsplan. Ik weet het nog als de dag van gisteren. Maar nu zijn we dus 4 jaar verder en hebben we ook al meerdere staalkaarten gemaakt, waar we zo naar zullen kijken. Maar dat hebben we dus vooral niet alleen gedaan. Dat is wat ik ook graag wil benadrukken. Juist met allemaal partners, onder andere de IPO, BZK en Aan de Slag. Maar ook bijvoorbeeld de G4 gemeente en de G40 hebben we intensief mee samengewerkt in de P10. En we hadden ook een reflectieraad. We hadden het genoeg om van te mogen putten uit de ervaringen van verschillende wetenschappers, advocaten. Die met ons meedachten ook over deze regelsets. En we hebben dat ook, Maarten, je zei het net al, hè, we hebben het ook met praktijkproeven mogen beproeven. Ja, ik was bijna zeggen van 2018, dat was nog een tijd dat we nog nooit van corona hadden gehoord. Toen waren we echt vol nog in zaaltjes bezig. Dat voelt ook heel lang geleden wat dat betreft. Maar we hebben heel veel samen ook met gemeenten, dat laatste punt, die 10 werkplaatsen, maar ook allerlei losse sessies gehad. Omdat het gewoon ook de mensen die het in de praktijk moeten gaan toepassen, belangrijk is om die ook intensief te betrekken. En dat was een heel mooi traject. Wat dat betreft, het klinkt nu alsof het is afgerond. Maar we ronden een hoofdstuk af en we gaan verder naar het volgende hoofdstuk. Hoor, wat mij betreft. Zeker. En ik denk, we zijn er ook nog lang niet klaar mee. Maar in ieder geval, dit project, dit was het voorgeschiedenis van de afgelopen 4 jaar. Hè? En dat heeft ons al, dat hebben we uiteindelijk al 7 staalkaarten hebben we daarmee opgeleverd. En dat varieert van het casco tot en met staalkaart bedrijventerrein in buitengebied. Maar ook de integratie van verordeningen en de staalkaart bestaande woonwijk, wat echt over bestaand gebied is. Volgens mij hebben we ook een transformatie aan toegevoegd. Precies, ja, we dachten we beginnen eenvoudig met die hoofdstuk inhoudsopgave. Toen dachten we beginnen nog eenvoudiger bij het VNG-vertrouwde werk met verordeningen. Toen zijn we langzaam ruimtelijke componenten als planologische effecten gaan toevoegen. En de laatste is eigenlijk het laatste trucje eigenlijk. Het zijn ook deels trucjes, een beetje oneerbiedig gezegd, maar het transformatiegebied. We schenken hier aandacht voor eigenlijk de geconsolideerde, geïntegreerde staalkaart. Maar ondertussen hebben we ook nog eentje ingevoegd, namelijk het transformatiegebied. En wat dat eigenlijk anders doet dan tot nu toe dan de andere, is dat dat een gemengd woonwerkgebied in ontwikkeling brengt. Dus wie heeft er nou niet zo'n begin 20e eeuws havengebied waar een langzame transformatie naar gemengd woonwerkgebied plaatsvindt. Oftewel een ontwikkelgebied. Die enerzijds wat organischer is en anderzijds wat planmatiger. Ze hebben ook nog wat in gevarieerd. Dus dat je ook de, noem maar bijvoorbeeld de woningbouwopgave. Om een voorbeeld te noemen. Ja, een actueel voorbeeld. Zou kunnen dat je de staalkaarten daar ook voor kunt benutten. Ja, zeker. Vervangt dit nu ook het casco, Maarten? Want in het land weten we altijd hè, dat iedereen heel blij was met ons casco, wat we in 2019 hebben gepubliceerd. Dit wordt hiermee denk ik ook deels vervangen. Ja, goede vraag. Want kijk, we zijn vanaf 2018 bezig en we hebben natuurlijk zelf ook met u en met de partijen die we net op site hadden allerlei ontdekkingen gedaan. Het is natuurlijk een ontdekkingsreis waar we nu een hoofdstukje van afsluiten. Mm-hmm.
Ondertussen hebben we nieuwe inzichten over dat casco. En die vindt u eigenlijk in de geïntegreerde staalkaart. Dus ja, dat vervangt ook het casco. Ja, precies. Nee, dat is inderdaad belangrijk. Helaas kunnen we niet helemaal ingaan op alle afzonderlijke staalkaarten. Want het valt natuurlijk heel veel over te vertellen. We laten dus nu met name de systematiek zien. Wat eigenlijk ook een vervanging is van het systeem. Of in ieder geval de structuur van het casco. Maar we verwijzen wel graag naar alle andere webinars. En ook vooral naar de toelichting. Want echt elke staalkaart heeft een deel 1. Met een heel uitgebreid beschrijving van het gebied. En de keuzes die daarin worden gemaakt. Dat hebben we bijvoorbeeld ook voor het transformatiegebied nu gepubliceerd. Dus nog los van het geïntegreerde staalkaart met de regels. Hebben we nog een apart eigenlijk meer beleidsdeel. Of in ieder geval de ontwerpkeuzesdeel. En dat hebben we dus ook voor het transformatiegebied gedaan. Dus we willen u ook zeker daarnaar verwijzen. Als u, om zich daar meer in te verdiepen per staalkaart. Ja, mocht u nou in een projectgroep omgevingsplan bij de gemeente werken. En de afdeling ruimte heeft nog wat moeite om goed aangehaakt te blijven. Of andere beleidsmedewerkers vinden het lastig om aangehaakt te... Mm-hmm. U vindt het misschien lastig om andere beleidsmedewerkers aan te haken op uw project omgevingsplan. Terwijl dat natuurlijk essentieel is. Naar een groot deel van het fysiek domein binnen de gemeente is mee zal gaan werken. Dan zijn met name die deel 1 publicaties best heel interessant. Want daar zit al die beleidsafwegingen. Dus daar zal die beleidsmedewerker landbouw of die beleidsmedewerker recreatie ook gewoon herkenning in vinden. We hebben de omgevingsplannen ook ingezet en de staalkaarten die we hebben gemaakt om de verbinding tussen beleid en de regelgeving te versterken. En dat doe je eigenlijk ook, hè? Als je die verbinding wil versterken. Dat kun je dus ook juist doen door onze ontwerptool omgevingsplan door te lopen met elkaar. En we willen dat hier ook kort laten zien, omdat eigenlijk in elke staalkaart in die achtergrond zit ook juist, en ook in ons handboek zit helemaal hoe je die verschillende omgevingsplannen, de verschillende ontwerpvragen doorloopt voor een omgevingsplan. En we hebben daar dus juist ook die ontwerptool gemaakt, die ook steeds weer verwijst naar de meest relevante stukken uit het handboek. Zodat je daarin eigenlijk juist alle onderdelen van de regels die je wilt stellen eerst aan bod komen. En dit is uiteindelijk ook de manier om erachter te komen wat je als gemeente nu feitelijk gaat opnemen in het omgevingsplan. En daarbij is de eerste vraag, en dat ziet u nu ook in beeld, wat wil de gemeente eigenlijk? Wat willen wij regelen in het omgevingsplan? En de tweede vraag zou dan bijvoorbeeld zijn, wat zijn de kaders en wat is de bestaande regelgeving binnen de omgevingswet? Maar de derde vraag is bijvoorbeeld het hoe. Hoe wil ik het regelen? En dan kom je ook bijvoorbeeld uit bij de verschillende type regels. Maar voor het uitgebreide uitleg over de ontwerpvraag hebben we ook eerder in 2020 een webinar opgenomen. Ik geloof ook met jou, Maarten. Dus daar wil ik u dan ook graag naar verwijzen. Ja, goed om hier over die eerste vraag te zeggen. Ik merk dat in het publieke debat, zoals dat binnen ons omgevingswetwereldje plaatsvindt over het omgevingsplan, het heel veel gaat over die derde deelvraag, hoe ga ik het regelen? En dat is ook heel relevant, want daar zit ook echt een enorme... de basis van de veranderopgave van de omgevingswet op het gebied van het omgevingsplan. En dat is ook een belangrijk kerninstrument van de 6, als je het aan mij vraagt. Hier zit ook de verbinding met de omgevingsvisie. Maar met name die eerste vraag, wat wil ik precies regelen, is echt zo'n wezenlijke vraag. En als ik met gemeenten aan het worstelen ben bij het opstellen van een stukje omgevingsplan, dan zit met name daar eigenlijk de worsteling. Dus ik zie dat er veel debat gaat over vraag 3. Maar dat het ook eigenlijk meer over vraag 1 zou mogen gaan wat mij betreft. Van hoe kun je nou heel scherp die beleidskeuzes maken die zorgen voor een mooi omgevingsplan. En zie het ook als een iteratief proces, zoals vaak in dit soort processen. Maak eerst eens een concept van die regels. Ga dan weer preciezer bedenken wat je wil regelen. Dus eigenlijk zeg je, je moet eerst goed nadenken wat je ook alweer wilde regelen. Voordat je de regels laat bepalen hoe het eigenlijk gaat in de gemeente. Het lijkt zo'n open deur, maar het is goed om hem hier te noemen. Anders gezegd, ik heb ook wel eens bij zaaltjes met gemeenten zitten worstelen, het analyseren van hun huidige regelgeving. En dan was het gewoon, hebben tijd besteed aan de vraag waarom de regel wordt gesteld zoals die al wordt gesteld. Mm-hmm. Niet meer te achterhalen waarom die regel wordt gesteld. Nou, als je dat nu goed doet, dan kun je het ook opschrijven. Dan, als je het vergeten bent, dan kun je het nog weer nalezen. Zeg maar. Ja, en dat is heel belangrijk. Hè? En daar gaan we dan nu ook juist nader naar kijken. Want je komt dan bij de vraag van hoe kun je het regelen? En daarvoor doorloop je dan meerdere vragen ook bij de ontwerptool. En daarbij geef je dus onder andere antwoord op de vraag welk type regel de gemeente wil inzetten. En dat kan bijvoorbeeld zijn het overal toestaan met algemene regels. Of het verbieden zonder een vergunning. Die vorm kennen we heel veel. Of in het geheel niet toestaan. Dat noemen we dan een absoluut verbod.
En dat die verschillende opties om activiteit te regelen, dat ziet u hier ook in deze piramide. En dat kun je dan zo, kun je het ook onder elkaar zetten natuurlijk. En daarbij is eigenlijk het absolute verbod, dus het verbod staat dan bovenaan de piramide en onderaan staat het niets regelen. En uiteraard kun je hiermee ook variëren per gebied. Ja, kan dat? Kun je daar eens een voorbeeld van nemen? Want ik zie rechts die werkingsgebieden zo verdeeld. Nou ja, je hoeft natuurlijk niet voor één activiteit per se maar één van deze vijf verschillende vormen te kiezen. Je zou er ook voor kunnen kiezen dat je een groot deel van de gemeente bijvoorbeeld algemene regels stelt. Stel dat je voor reclame, in plaats van reclame, hè, dat wordt nu in de APV geregeld, wordt straks in het omgevingsplan geregeld. Dan kun je algemene regels stellen voor het grootste deel van je gemeente. Maar misschien heb je wel een historisch stadscentrum waarin je dat je wil beschermen vanwege de ruimte kwaliteit van dat centrum. Een mooi oud centrum. Voor dat plaatsen van de reclame. En dan wil je daar dan wel over gaan als gemeente en dat bestuur. En dan kun je alleen voor dat centrum, dus variatie per gebied, die vergunningplicht invoeren. Aha, en daar koppel je dan die open norm aan die je net noemde waarschijnlijk. Hè, van geen onaanvaardbare aantasting van de ruimtelijke kwaliteit. Dat soort begrippen. Nou, bijvoorbeeld, dat kun je, en dat kan zeker. En dat is een welbekende open norm die je eventueel weer kan uitwerken met een welstandsnota. Precies. Maar je kan het ook wat concreter maken. Het is maar net. In ieder geval kun je dus ook ervoor kiezen om dat... om daar verschil in op te nemen binnen je gemeente. En dat gebeurt bij de APV nu nog niet. Hè? Dus dat is een van de voorbeelden hoe je dat dan zou kunnen regelen. Je zou het eigenlijk zo kunnen zien dat die APV en het bestemmingsplan elkaar in het midden ontmoet. Ja, zeker. Dat is absoluut het geval. En als je dan heel goed hebt nagedacht, wat we net ook al zeiden over hoe je dingen wil regelen, dan kun je wellicht uiteindelijk met elkaar tot een beslistabel komen. En ik vind het belangrijk om die ook juist vandaag te laten zien. Want alle antwoorden op die ontwerpvragen en hoe je een activiteit wilt regelen, kun je dus uiteindelijk ook in een schema zetten. En dit schema maakt dan inzichtelijk wat men waar wil regelen. En dat kan dan juist ook als basis dienen voor je toepasbare regels, maar ook voor je annotaties. En dit is ons ook gebleken uit de praktijk, toen we zelf aan de slag gingen met de regels die we hadden gemaakt, naar aanleiding van de ontwerpvragen. En toen we vervolgens met onze collega's, aan mensen die juist alles weten van annoteren en van regelanalisten, gingen kijken naar die regels. Het is dus heel goed om juist ook je beleidskeuzes dan eigenlijk in die beslistabel te structureren. Ja, kunnen we eens doorlopen? Want het is een soort wie is het, hè, waar we naar kijken. Is het een man of een vrouw, is de eerste vraag, ja of nee? En dan ga je zo langzaam die... Ja, precies. En want die verschillende variaties van die activiteiten, die ziet u dan bijvoorbeeld links staan. Daar staat verlicht of bewegend, de lengte, breedte, hoogte. We hebben het nog steeds over reclame. En ook juist de locatie. Dat is ook bijvoorbeeld een van de variaties van een activiteit. En hier ziet u bijvoorbeeld dat in een historisch stadscentrum, dan dat is de 1, 2, 3, 4e kolom van links, dat daar dan voor alles een vergunningplicht geldt. Juist. Maar voor de overige gebieden worden dan algemene regels gesteld. En dat is dus afhankelijk van de vraag of het bijvoorbeeld verlichte reclame of bewegende reclame is, dan geldt in dit geval bijvoorbeeld ook nog vergunningplicht. Dat ziet u in die balk onderaan bij dat VP staan. Dus uiteindelijk onderin die knikkerbak, zeg maar, komt eruit vergunningplicht, meldplicht of toestemmingsvrij, zoals dat in DSO-term ook heet. Mm-hmm. Dit is een vrij, ja, het ziet uit als een soort technisch middeltje. Het is een soort knikkerbak of wie is het? Een soort Logitech-puzzeltje. Maar eigenlijk tegelijkertijd hebben we geconstateerd, het is een heel belangrijk wezenlijk punt eigenlijk in je werkproces om te komen tot een omgevingsplan. Want vaak, wat ik net al zei, die eerste vraag met die beleidsvragen, die blijft soms een beetje hangen in wollige teksten van wij willen graag dit en dat. En wij willen een goede landbouw, aantrekkelijke gemeente zijn. Wij willen natuurlijk van alles. En ondertussen vinden we het stiekem ook heel moeilijk om keuzes te maken. Dit schema kan jou helpen om tot preciezere beleidskeuzes te komen, denk ik. Ja, zeker. En daarmee kun je ook het gesprek aangaan. Hè? Want nu bijvoorbeeld voor reclame gelden veel gemeenten, ook op basis van de model APV, eigenlijk nog een verbod behoudensvergunning. Dus heb je voor altijd een vergunning nodig. En dat doe je misschien juist omdat je dat historisch stadscentrum wil beschermen. Juist. Maar op het bedrijventerrein heb je die vergunningplicht wel niet nodig. Of heeft iemand gezegd, ja, maar voor verlicht of bewegende reclame, daar willen we ook nog een vergunningplicht voor. En dit maak je dan heel duidelijk. En hier
als je dit met elkaar eindeloos hebt doorgesproken en dus ook in een schema hebt gezet, dan weet ook iedereen ook weer waarom deze regels zijn gesteld. En wij vonden dit ook heel moeilijk, geef maar eerlijk toe. En, maar we zien het wel als een middel tussen de, ik noem het maar, de verschillende bevolkingsgroepen die bij het opstellen van het omgevingsplan in ieder geval binnen de gemeente zijn betrokken. Ook elkaar te blijven vinden. Dus dan heb ik het over de beleidsmedewerker, de jurist, de regelanalist die de toepasbare regels maakt. Ook de regelbeheerder die de annotaties plaatst. Op het moment dat je dit bij het vormgeven van je... Eigenlijk is dit de bestelling voor de regel. Als die lukt, zeg maar, dan is het ook direct de bestelling voor de toepasbare regel. En is het ook direct de bestelling voor de annotaties. Met andere woorden, als dit lukt, zeg maar, in het voorproces van beleid... Lukt het je ook om vervolgens weer in die drie groepjes even uit elkaar te gaan en allemaal je ding te doen? Dus de regels te maken, de werkingsgebieden te maken, de annotaties te plaatsen en de toepasbare regels te maken. Dan ontmoet je elkaar vervolgens weer, is dit het resultaat? En dan ga je aanscherpen. Zeker, en het maakt dus eigenlijk ook je keuzes heel concreet, hè? Ja. En want ik merk, mijn ervaring is dat het heel vaak nog heel onduidelijk is waarom bepaalde regels worden gesteld. En pas als er onder druk van te weinig ruimte of te weinig milieuruimte of een procedure bij de Raad van State, dan onder die druk wordt het soms concreet gemaakt. Maar precies. Eigenlijk wil je dat toch altijd concreet wordt gemaakt. Eigenlijk in alle gevallen doen. Ja, precies. Ja. Dus dit helpt je om ook de verbinding, ligt hier denk ik met de omgevingsvisie, om de beleidskaders aan te scherpen. In de toelichting of motivering van je omgevingsplan. En tot scherpe, uiteindelijk hele duidelijke scherpe regels te komen. Die precies doen wat die beleidsdoelen beogen. Dat is vrij cruciaal. Vandaar dat we dit even zo de aandacht geven. Dus oefen daar vooral mee. En benader ons ook als je vragen hebt. Maar doe dit ook vooral binnen het gemeentehuis met elkaar. Zeker. Goed, de ontwerpkeuzes voor de staalkaarten. Ik heb net al eventjes genoemd in het vorige blok. We hebben natuurlijk enerzijds de geïntegreerde staalkaarten neergezet als een hoofdstukstructuur voor je omgevingsplan. Maar ik zie dat zelf eigenlijk als een soort bijna bijvangst of resultaat. Kern is eigenlijk de ontwerpkeuzes om te komen tot die regels. Soms is de voorbereiding van de vakantie bijna nog leuker dan de vakantie zelf, zou ik maar zeggen. En je kunt hier ook allerlei variaties op je vakantie maken. Oftewel, tot welke ontwerpkeuzes zijn wij gekomen bij het komen tot die regels die je uiteindelijk op dat DSO straks te zien krijgt. En daar zijn een aantal deelthema's die we nu willen uitlichten. We vinden het heel belangrijk om vanuit doelen en oogmerken te werken. En dat is in bestemmingsplannen helemaal niet zo heel gebruikelijk. Dus daar gaan we ook eventjes op in. Dat we alle activiteiten uiteindelijk clusteren in één hoofdstuk. Namelijk hoofdstuk 5. Dat is eigenlijk een soort van catalogus hebben we erbij geschreven van allerlei afzonderlijke activiteiten. Natuurlijk maken we straks onderscheid naar twee typen activiteiten. Daar komen we straks op terug. Namelijk activiteiten met gebruiksruimte in planologische en milieukundige zin. En de rest... Mm-hmm. Komen straks op al deze streepjes komen straks wat uitgebreider te spreken. We hebben hoofdstuk 4 van ons omgevingsplan, wat ook wel vragen oproept in de praktijk tot nu toe. Echt anders dan het bestemmingsplan en de verordeningen nu. Neergezet in het verlengde eigenlijk van besluit activiteit, leefomgeving, het bal. Als een richtingaanwijzer naar de thema's en de gebieden. Dus je kunt zo zien alle activiteiten, de kern van het omgevingsplan, die staan allemaal in hoofdstuk 5. Dat wordt een wat langer hoofdstuk, zeg maar, vrij plat georganiseerd. En die bundelen we in hoofdstuk 4 op twee manieren. Naar thema's eerst en naar gebieden daarna. We stoppen iets pas in een gebied als het niet thematisch kan. Mm-hmm. Dat is ook onze werkwijze. En activiteit, het hoofdstuk 5, geldt pas dan nadat die in een van die bundeltjes is geplaatst. Dus dat is goed om te realiseren. Dit zijn eigenlijk de drie ingrediënten van ieder omgevingsplan. Hoe u het ook ordert, denk ik, denken wij de activiteiten, de thema's en de gebieden. Vervolgens laatste streepje, nogmaals, we gaan er straks wat uitgebreider op in. Keuzes voor de drie openingszinnen, mm-hmm. Zoals Nienke dat net ook al noemde. De keuzes voor insluiten, uitsluiten en die voorwaarden. We staan hier aan een soort barretje, dus die openingszinnen. Ja, nou, dat laten we daar straks maar over hebben. Dat doen we na de uitzending. Ja, of wellicht nog in de vervolguitzendingen. Want... dit laat ook eigenlijk zien, hè, hoe hoofdstuk 4 als richtingaanwijzer kan werken. Ja, precies. Dit is een beeld. Ja, waar kijken we naar? Een soort apothekerskast met allerlei medicijnen. En dan moet je het eigenlijk zo zien dat zo'n medicijndoosje, dat is een hoofdstuk 5 activiteit. Ja, we zijn misschien wat nerderig hierin, maar zo komt dat dan in ons hoofd naar boven. En we denken sowieso dat het omgevingsplan het medicijn is voor al uw problemen. Uiteraard. Ja. Dat spreekt voor zich. Maar goed, zo'n doosje, zo'n medicijndoosje, dat is dan eigenlijk een activiteit.
En dan zie je die geautomatiseerde machine in het midden, die pikt voor de patiënt precies de goede doosjes bij elkaar. En die geautomatiseerde machine, dat is eigenlijk de werking van hoofdstuk 4. U krijgt de medicijnen uit hoofdstuk 5 pas via de machine, dus oftewel via hoofdstuk 4. Daarmee vormt hoofdstuk 4 eigenlijk ook het hart van het omgevingsplan. Mm-hmm. Belangrijk om te noemen, vandaar dat we er ook even een beeld bij oproepen bij deze, maar hier ligt ook de verbinding met de omgevingsvisie. Want hier is de plek waar je de koppeling maakt met je thema's uit je omgevingsvisie. Ik zie diverse gemeenten ook nu een beetje worstelen en stoeien met hun omgevingsvisie. Die beginnen eerst thema's te stapelen in hun omgevingsvisie. Komen vervolgens in het gesprek met de raad ook soms deels tot de conclusie dat op het moment dat je alle thema's en opgaven stapelt, dat het misschien goed is om het gebiedsgericht te doen. Nou, datzelfde ziet u natuurlijk in dat omgevingsplan gebeuren. Dus hoofdstuk 4, het hart van het omgevingsplan. Cruciaal, waar het mengpaneel zit, waar de verbinding met de omgevingsvisie zit en waar alle activiteiten uit hoofdstuk 5 worden geactiveerd of uitgezet, et cetera. Want het voordeel van dat hoofdstuk 5 is toch eigenlijk ook dat je niet telkens opnieuw die regels hoeft te stellen over al die activiteiten. Juist. En dat je dus eigenlijk altijd, als dat je zorgt dat hoofdstuk 5 gewoon goede regels zijn en dat die actueel zijn, dan kan je bij eventuele veranderingen binnen een gebied of als je iets wil toevoegen, dan hoef je dat alleen maar in hoofdstuk 4 dan eigenlijk toe te voegen. Dat, dus dat is beter voor ons, het onderhoud, zullen we maar zeggen. Ja, precies. We hebben ons de luxe gepermitteerd, zoals we net al zeiden, om in 2030 ons te bewegen. Voor zover dat kan natuurlijk. Maar we hebben natuurlijk ook nagedacht over het beheer van uw omgevingsplan. We zien natuurlijk ook dat de gemeenten aan alle kanten onder druk staan bij de opgaves waar ze voor staan. Wij hebben een ontwerp gemaakt wat in het onderhoud relatief eenvoudig is. En dan nog is het natuurlijk een hele, heel aandachtsding, maar we hebben natuurlijk nagedacht over een slimme inrichting, om ook met het oog op het beheer van je omgevingsplan, om dat niet hoger te laten zijn dan nodig. Nee, dus dat is inderdaad eigenlijk de kern van onze ontwerpkeuzes. En dan komen we daarna op de doelen en de oogmerken, want daarin wil ik u juist ook graag meenemen hoe die doelen en die oogmerken eruit zien. En je kan natuurlijk geen doelloze regels stellen. Nee, elk regel dient een doel. Ja. En we hadden het over regels en ik laat u een trechter zien, maar dat is niet zonder reden. Want juist die doelen die zijn zo belangrijk voor het omgevingsplan. Want als je het doel voor ogen houdt, dan weet je ook nog waarom je iets aan het regelen bent. En kan je daarna wellicht ook iets zeggen over de hoe. En daarmee weet je dus ook bijvoorbeeld of je voor een bepaald gebied de vergunningplicht opneemt, of dat je op een andere plek juist zou willen volstaan met een zorgplicht of met algemene regels. En bovendien geeft het ook houvast als iemand verzoekt om een afwijking van het omgevingsplan. Want dan, als je weet wat het doel was van die regel, kun je ook redeneren of je eventueel daarvan kan afwijken op dat moment, in die omstandigheden, voor in die gemeente. Want zoals u naar deze trechter kijkt, bovenin ziet u eigenlijk de doelen van de wet. De omgevingswet stelt doelen. En dat zijn de algemene doelen van de wet, u waarschijnlijk wel bekend. Die staan onder andere in artikel 2.1. Maar behalve dat zijn eigenlijk de uiterste grens. Het omgevingsplan, dat is dat groene schijfje wat u hier ziet, dat heeft ook algemene doelen. En al die doelen, die neem je dan op in hoofdstuk 2 van het omgevingsplan. Maar mogelijk heb je ook nog een aantal subdoelen. En die kan je ook in het neem je dan vervolgens ook in het omgevingsplan op. Die subdoelen zijn eigenlijk een soort van facultatief, want die hoef je niet altijd te hebben. Maar het is wel heel belangrijk dat je eigenlijk bij elke regel ook oogmerken opneemt. Want oogmerk is dus eigenlijk het specifieke, kleinere doel waarom je die regel stelt. En dan, als je dit allemaal goed doet en die trechter volgt, dan volgt dan uiteindelijk de regel het beleidsdoel. En niet andersom, dat het doel de regel volgt van, ja, want zo hadden we het nu eenmaal geregeld. Dus we wijken er wel of niet van af, maar dan krijg je dus juist inconsequent beleid. En dat is voor niemand duidelijk. Dus zeker ook de rechtszekerheid is heel erg gediend om te werken met deze doelen en oogmerken. En daar wil ik u dan ook graag wat voorbeelden van laten zien. Ik begrijp wel. Het is ook makkelijker gezegd dan gedaan. Hè? Overigens, mm-hmm. Dus we oefenen hier ook vooral mee. En ik begrijp dat we ondertussen, noem ik maar even, ook het omgevingsplan in de beleidscyclus van de omgevingswet aan het plaatsen waren. Hè? Dus waar we zijn, mm-hmm. Waar we net de omgevingsvisie al aangestipt hebben, waar natuurlijk ook die doelen voor een deel uit voortvloeien. Waar je ook dit omgevingsplanproces kunt gebruiken om de omgevingsvisie op aan te scherpen. Dus dat werkt ook iteratief.
kom je aan het einde. Je noemde net al één instrument uit het VTH-proces, de vergunningverlening om af te wijken van het omgevingsplan. De vergunningverlening ook binnenplans, maar ook denk aan de gelijkwaardige maatregel die je eventueel kunt treffen of de maatwerkvoorschriften. Zeker. Allemaal instrumenten, figuren uit het VTH-proces, wat eigenlijk na het omgevingsplan volgt. Of eigenlijk tijdens de beheerfase van het omgevingsplan, die je ook kunt trechteren, wat deze zeg maar regelsystematiek en het ritme in die regels helpt ook om richting die VTH-processen daar wat meer structuur in te krijgen. En dat is ook heel hard nodig. Dus mijn oproep is ook, doe dit, dat is ook onze ervaring, doe dit ook samen met uw collega's van VTH. Het opstellen van het plan. Ah, zeker. En in de beleidscyclus kom je dan bijvoorbeeld ook weer uiteindelijk bij monitoring en evaluatie. Hè? Dat Precies. volgt bijvoorbeeld na toezicht op die VTH-instrumenten en de uitvoering. En wellicht kan dat dus ook een reden zijn om eventueel doelen bij te stellen. Of eventueel, maar dat doe je dan door eerst de omgevingsvisie aan te passen bij een volgende aanpassingsronde. En als je dat dus goed doet, dan kan je dan uiteindelijk ook weer laten doorwerken in de regels van je omgevingsplan en in de uitvoering. Dus deze doelenbenadering die komt letterlijk ook niet uit de lucht vallen, kan ik u vertellen. Het lijkt een ICT-term, het is geen waterval, maar agile. Het lijkt wel wendbaar wetgeven. Ja, zeker, zeker. Dat willen we juist ook. En we willen ook nog wat voorbeelden laten zien, want dit zijn de voorbeelden uit de geïntegreerde staalkaart, waar we juist ook met al die doelen hebben opgenomen. En bijvoorbeeld in artikel 2.1 kun je dan de algemene doelen van het omgevingsplan opnemen. Bijvoorbeeld het waarborgen van de veiligheid of beschermen van de gezondheid. Die doelen zullen u niet onbekend zijn, want die komen dus inderdaad ook uit de omgevingswet. Maar je kan daar in aanvulling daarop of eventueel uitzondering daarvan, kan je ook nog andere doelen opnemen. En in ieder geval moet je geen doelen toekennen per gebieden of thema's in hoofdstuk 2. Want dat doen we dus pas in die richtingaanwijzer waar we het net over hadden. Hè? Dat die selectiemechanisme van hoofdstuk 4. En we kiezen dan ook juist voor de formulering van het plan is gericht op. Want hiermee wordt voorkomen dat de doelen al direct hun werking krijgen. En dat is juist een goede voor hoofdstuk 2. Maar gaan we dieper kijken, bijvoorbeeld naar hoofdstuk 4... Daar heb je namelijk juist wel thema's en gebieden. En daar kun je dan eventueel een doel of een subdoel opnemen. En hier hebben we bijvoorbeeld in artikel 428 de doelen geformuleerd voor het cultureel erfgoed. En dat is dan het beschermen van landschappelijke en stedenbouwkundige waarden bijvoorbeeld. Maar ook het behoud van het cultureel erfgoed en van het uitzonderlijke universele waarde van werelderfgoed. En als je dan de regels stelt over archeologie, over activiteiten met een mogelijke archeologische verwachting, of in die gebieden met die mogelijke verwachting, dan verwijs je dus terug ook weer naar die doelen. Dus dan geef je aan, deze regel is gesteld vanwege deze doelen. Het zijn nog stevige doelen, nog één stapje en we zitten bij de universele wereldvrede. Ja, zeker dat UNESCO werelderfgoed, die zie je daar weer in terug. Maar ja, archeologie is ook stevig, hè? Dat is niet voor niks. Ja. Maar ik zal het u nog wat concreter maken. Uiteindelijk is dit eigenlijk een soort van de omgekeerde trechter, hè? Want uiteindelijk ga je van doelen naar activiteiten. Dus ik wil ook heel graag laten zien hoe je dat met die oogmerken bij een activiteit kan regelen. Want die oogmerken zijn eigenlijk de verfijning van die doelen. En die kan je bijvoorbeeld opnemen aan het begin van die paragraaf in die catalogus van regels bij die activiteit in hoofdstuk 5. En we zeiden net al, er zijn stevige doelen. Nou ja, een van die stevige doelen was stedenbouwkundige en landschappelijke waarde. Maar hoe kun je dat nou concreter maken met een oogmerk? Nou, in dit geval hebben we het concreet gemaakt met het versterken of behouden van een suburbaan woonmilieu. In een groen-blauwe setting zelfs. Maar bijvoorbeeld ook het bereiken van een klimaatbestendig woongebied. Dat is een concreet oogmerk en daar kan je dan vervolgens beoordelingsregels aanhangen voor je omgevingsvergunning. Ja, en in die beoordelingsregels zien we natuurlijk de koppeling met het VTH-proces. Hè? Want het zijn letterlijk de gronden om een omgevingsvergunning alleen te verlenen of alleen te weigeren. Of alleen slechts te verlenen of slechts te weigeren. Dat ziet u allemaal. Ondertussen wordt ook de Rijksbouwvergunning en passant gedecentraliseerd naar de omgevingsplanwetgever, oftewel naar de gemeente. Dus ja, de gereedschapskist van dat omgevingsplan is relatief onbeperkt. Gebruik hem goed, zeg maar. Dat is zeker. En als je het doel hebt opgenomen van het bevorderen van een klimaatbestendig woongebied bijvoorbeeld, dan zal iedereen begrijpen waarom je eventueel groen dak verlangt. Hè? Het geeft ook een reden
van bestaan aan je regels. Precies. Dus, ja, dat, hier kunnen de beleidsmedewerkers die ik net wel even aanhaalde van de, ook de afdelingen buiten de club die het omgevingsplan maakt, de werkgroep, natuurlijk goed in meekomen. Want hier kun je ook concrete regels aan verbinden die aansluiten bij de doelstellingen die passen bij het beleid wat vanuit die doelgroepen wordt geformuleerd. Zeker. En het draagt ook zeker bij aan heldere en duidelijke regels stellen en aan de rechtszekerheid. Dus zodat iedereen weet waar hij aan toe zit. Dus ja, dat wilden we in ieder geval aan u meegeven over de doelen en de oogmerken en hoe u dat kunt opnemen in de regels. Ik zei het al, we hebben hier ook eerder een webinar over opgenomen. Dat kunt u ook vinden op de VNG-website. En dan gaan we zometeen door met het volgende onderdeel. En dat betreft de openingszinnen. Precies, we maken in ieder geval geen doelloos omgevingsplan. Zeker niet. Nou, ik zei het al. Volgens mij kunnen we doorgaan met het insluiten, uitsluiten of eventueel het voorwaarden stellen. Precies. Ja, ik sluit helemaal niks meer uit. We gaan daarmee aan de slag natuurlijk. Onder jouw voorwaarden, wat mij betreft. Maar, ja, drie openingszinnen. En dat is eigenlijk, ja, is wat flauw zo. Maar dat zijn de drie openingszinnen die als je goed kijkt ook tegenkomt in de huidige wetgevingsstijlen die er lokaal zijn. Hè. Dus we hebben vaak de juridisch planoloog, daar was ik ook een van, die bestemmingsplannen schrijft. Ben ik er zelfs een van. Die op een gegeven moment regels gaat schrijven als planoloog eigenlijk. Vervolgens eigenlijk gaat insluiten. Gaat zeggen van op deze plek mag u dat. En op deze plek mag u dit. Dus dat mag u niet. Dat is eigenlijk dit figuur, deze figuur. Aan de linkerkant die grijzige blokjes. De ruimtekorting nu. Een activiteit eigenlijk is op locatie X toegestaan of verboden. Dus dat woord activiteit kom je overigens in de huidige bestemmingsplanwereld natuurlijk niet tegen. Want dan is het welkom in de bestemming gemengd. Hier zijn de volgende functies toegelaten. We doen straks alles, of nu eigenlijk alles in die staalkaarten activiteit gericht. Waarom? Omdat dat de klant meer centraal stelt. Mm-hmm. De klant als in degene die de dakkapel bestelt. Maar ook de buurman of buurvrouw die juist niet wil. Of mm-hmm. andere activiteiten natuurlijk. Zoals het bouwen van een woning, het kappen van een boom. Alle zelfstandige naamwoorden die je kunt werkwoorden buiten. Dat is eigenlijk wat ons bindt. Daarmee stellen we de klant centraal en niet de planoloog die de kaart tekent. Zeg maar. Mm-hmm. Is de ruimtekorting nu aan de linkerkant. Die werkt ook op die manier omdat de wet ruimtekorting natuurlijk op die manier is ingericht. Die zegt van een bestemming of een functie is eigenlijk pas ergens toegelaten als dat in een bestemming is benoemd. En wat je dan krijgt is een soort mini verordeningetjes als je er goed naar kijkt per perceel. Ja. Aan de rechterkant zien we eigenlijk andere regelsystematiek die mooi samenkomt. Dat zien we hier wel mooi verbeeld in dat omgevingsplan. Dat is het milieurecht. Maar het is eigenlijk ook de APV-rechten zoals we dat nu gewend zijn te regelen. Een activiteit, het gaat niet over de of-vraag eigenlijk of een activiteit is toegestaan vaak. Maar onder welke voorwaarden mag u heliumballonnen oplaten? Ja. Noem maar wat. Of onder welke voorwaarden mag u de boom kappen? Of onder welke voorwaarden? Dat is niet van hier mag dit. Hier mag dat. Dat is als u dit doet. De wet milieubeheer geldt ook eigenlijk voor heel Nederland, hè? Dus, het tankstation wordt voorzien van een vloeistofdichte vloer. Mm-hmm. Met het oog op, en dan komen we even terug op de motieven van net. Met het oog op het milieukundig beschermen van de bodem wordt het tankstation voorzien van een vloeistofdichte vloer. Dat is de stijl die we in het milieurecht kennen. En die geldt eigenlijk voor heel Nederland. Nu komt dat milieurecht voor een belangrijk deel van jullie bruidschat, afdeling 22.3, in dat omgevingsplan te staan op zich al. En krijgt u straks de mogelijkheid om zowel RO als milieuregels te stellen in dat omgevingsplan. Mm-hmm. De relatie met het bal leg ik hier even. Besluit activiteit leefomgeving, waar eigenlijk een relatief onbegrensde. Natuurlijk staan er kaders. Maar bij iedere milieubelastende activiteit uit het bal, en dat zijn er echt veel, kunt u maatwerkregels stellen. Nou, die maatwerkregels die doe je eigenlijk in dat omgevingsplan aan de voorkant in dat bolletje. Dat gele bolletje wat je daar in dat vierkantje ziet ingebakken. En dan krijg je eigenlijk de tekst van het omgevingsplan. Een activiteit is op locatie X toegestaan onder voorwaarden of op locatie X verboden. Ja, dus het is eigenlijk een integratie, hè, van de RO-wereld dat we alles op locatie deden. En van de milieuwereld of de APV of de verordenende kant, waarin we eigenlijk alles voor heel Nederland deden. Of voor het hele grondgebied, in dat geval voor de plaatselijke verordening uiteraard. En dus dan nu gaan we dat voor het eerst inschuiven eigenlijk. Schuiven we dat in elkaar. En mag je dus eigenlijk algemene regels stellen voor een locatie. Juist. Of juist in- en uitsluiten
voor het hele grondgebied. Ja, dus de of-vraag van links, zeg maar, met de hoe-vraag van rechts, gecombineerd tot een gezamenlijke vraag. En dat leidt tot drie openingszinnen die wij dan vrij beroepsdeformatief met elkaar gebruiken aan die bar. Hè, van, ik weet niet of je daarmee binnenkomt, maar in gebiedstype X worden alleen de volgende activiteiten verricht. Ja, ik denk dat je me meteen kwijt bent. Ik denk dat deze openingszinnen in andere settingen niet zo goed zouden doen. Denk het ook niet. Maar dat het juist voor het omgevingsplan zijn ze uiteraard van cruciaal belang. Ja. Dat je die zin goed hebt. En daarom zit die zin ook al in ons centrale hoofdstuk, hoofdstuk 4. En gaan we die niet per activiteit nog een keer herhalen. Het is juist belangrijk om op het niveau van hoofdstuk 4, waar je echt met gebiedstypes en thema's je mengpaneel zit in te stellen, om daar die openingszinnen goed te krijgen. We hebben ze eigenlijk ook in deze opzet zodanig geformuleerd dat ze ook goed handhaafbaar zijn in de praktijk. Hè? Met andere woorden, dat als er ergens een activiteit plaatsvindt die je daar echt niet wil, dat het ook dat je daar in je VTA-proces of in je TNH-proces, in je handhavingsproces ook tegen kunt optreden. Ja, dus en dan is de eerste is eigenlijk in de gebiedstype X, bijvoorbeeld woongebied, worden alleen de volgende activiteiten verricht. Dat is eigenlijk het klassieke bestemmingsplan, hè? Want eigenlijk daarin is het toch, of zie ik dat verkeerd? Ja, daar lijkt het wel op. Maar dan wel, daar waar we net zeiden, het bestemmingsplan en de APV ontmoeten elkaar in het midden, op een iets hoger schaalniveau zijn wij dat gaan doen. Want in de bestemmingsplan, in de huidige bestemming gemengd 2 bijvoorbeeld, staat eigenlijk ook alles verboden, tenzij het is toegestaan. En dan hebben we vaak ook een opsomming wat er is toegestaan van wonen, kantoren, detailhandel. Dus dan worden binnen die bestemming gemengd alleen die activiteiten verricht. Dat is een soort kokertje met regels die op een heel beperkt gebied, geografisch gebied, wordt geplot. We hebben dat gebied gewoon beoogd dat te vergroten naar gebiedstypes. Ja. Op het niveau van de gemeente heb je er misschien 6 of zo. Hè? Een centrumgebied, een woonwijk. Wat hebben we nog meer? Een landelijk gebied, een natuurgebied. Bedrijfsterrein. En een bedrijventerrein. Nou ja, 5 of 6 van dat soort typen op het niveau van de omgevingsvisie. Eigenlijk zoals je dat nu in structuurvisies ook gewend bent. Zo'n soort vlekkenkaart. Daar eigenlijk de regels op te plotten. Dat is ook veel effectiever, denken wij. Omdat je op dat niveau dan ook je mengpaneel, je gebiedsgericht milieubeleid zou kunnen instellen. De activiteiten met gebruiksruimte, komen we straks op terug, kunt toedelen, uitsluiten. Dat is denk ik een effectievere, efficiëntere en daarmee ook goedkopere, doelmatigere manier van sturen. En die tweede openingszin is eigenlijk, die klinkt niet zo inclusief. Uitsluiten, maar het gaat er eigenlijk meer om dat je zoveel mogelijk toeslaat, behalve datgene wat daar echt niet gewenst is. Het hè? Negatieve luisje. Precies. En dan hoef je dus niet alles positief te inventariseren, maar kun je eigenlijk alleen zeggen, de volgende activiteiten worden niet verricht. Ik sluit niet uit dat die nodig is. We hebben hem niet in onze voorbeeldregeling van de geïntegreerde stijlkaarten staan. We hebben hem wel in ons handboek goed beschreven, hoe je dat ook juridisch dan precies opschrijft. En dat geldt ook voor die derde, die hebben we wel in de voorbeelden zitten. Maar die tweede hebben we even niet gedaan, maar waar je aan zou kunnen denken. Bij het bedrijventerrein, dat je voor een steviger havengebied, dat je eigenlijk alle activiteiten die bijdragen aan de versterking van de economische structuur of wat zoiets dergelijks toestaat. En dat je uitsluit dat daar midden in dat havengebied gewoond wordt. Noem maar wat. Dat zou een goede zijn, ja. Dan is soms het negatieve lijstje korter dan het positieve lijstje, om zo te zeggen. En die derde? Ja, dat zijn de randvoorwaarden. Dus die kennen we sowieso uit de milieusfeer en de APV-sfeer. Maar als je die toepast op de planologie, dan wordt het een soort uitnodigingsplanologie. Of niet een soort, maar volop. Bij het verrichten van activiteiten wordt voldaan aan. Dus dan is eigenlijk de of-vraag, dan kunt u meteen passeren. Ja. We gaan direct door naar de hoe-vraag. En er zijn natuurlijk heel veel zaken die je ook op die manier zou kunnen regelen, waar we ook wel wat voorbeelden van hebben. Zeker. Ja. Ja. Als je dat op het gebied van de planologie gaat doen, dan wordt het echt spannend en interessant natuurlijk. Ja. Ja. Want hier hebben we bijvoorbeeld een voorbeeld van insluiten. In het gebiedstype X worden alleen de volgende activiteiten verricht. En wat u hier ziet, is juist een voorbeeld van een gebied waarin we van buitengebied natuur uit de geïntegreerde staalkaart. En juist alleen de volgende activiteiten met gebruiksruimte, dus hebben we niet over alle activiteiten, maar van alle activiteiten met gebruiksruimte, worden dan de volgende verricht. En dat kan uiteraard ook bij andere gebiedstypen voorkomen, niet alleen bij buitengebied natuur. Nu is dat begrip activiteiten met gebruiksruimte een paar keer gevallen. Ik denk dat het goed is om daar nog heel wat aandacht aan te besteden. Zeker. We hebben in de laatste versie, ik noem het maar in IT-termen, een gesloten waardenlijst van gemaakt. Dus we hebben een limitatief lijstje van A tot en met L. Dus dat haalt nog niet de Z. Dus onder de 26 activiteiten die
hebben gedefinieerd als activiteiten met gebruiksruimte. Dan kun je denken aan wonen, werken en recreëren. Dat soort planologische activiteiten, maar ook milieukundige activiteiten die je nu bijvoorbeeld in het activiteitenbesluit tegenkomt. Daar waar er echt sprake is van als je dat op een plek gaat doen, dan heeft dat effect op het buurperceel. Dat type activiteiten. Of het type activiteiten waar je vaak gebruiksruimte hebt te verdelen. Mm-hmm. Daar hebben we een limitatief gesloten waardelijstje van gemaakt. Waarbij we per gebiedstype de selectie doen. Ja. Dus van dat lijstje A tot met de L zijn in dit gebiedstype. A, B, Z. Of nee, Z natuurlijk niet. Maar A, B en L bij wijze van spreken. Maar misschien moeten we dat nog even uitleggen. Want je denkt dat de kern daarvan is dat je activiteit op het ene perceel eigenlijk invloed heeft op het andere perceel. Dat is een... Nou kan iedereen dat voorstellen bij een fabriek bijvoorbeeld, of een diervoederfabriek. Hè? Dat heeft een bepaalde geur. Of maar ook een koffiefabriek heeft ook een bepaalde geur. Dus dat heeft dan invloed op de gebruiksruimte van andere percelen. Maar voor wonen geldt dat natuurlijk ook. Omdat, maar dan andersom, want het is meer een soort emissie-effect. Dus ja. Dat is de ontvanger. Je hebt natuurlijk sowieso in de ruimteordening en in de leefomgeving eigenlijk de emissie en de emissie. Dus de ontvangende kant en de uitstoot. En de veroorzakende kant. Ja. Precies. En daar waar dat echt geografisch op kleine schaal invloed op elkaar heeft. Dus denk aan het aspect geluid, geur, trillingen. Maar ook planologische mobiliteitseffecten. Want die zit eigenlijk in diezelfde categorie. Daar waar dat echt zeg maar onderling invloed op elkaar heeft qua percelen. Die lijst hebben wij voor u samengesteld. En kom daar vooral met aanvullingen en wijzigingen natuurlijk. Maar die lijst hebben wij in de geïntegreerde staalkaart een plek gegeven als een limitatief lijstje of een definitie, zou je kunnen zeggen, van de activiteiten met gebruiksruimte. En dat allemaal naar aanleiding van het voorbeeld van insluiten. Dus binnen het buitengebied natuur wordt dan inderdaad horeca en recreatie als enige activiteiten binnen met gebruiksruimte ingesloten. Juist. En dan gaan we bijvoorbeeld nog even een ander voorbeeld kijken om het weer wat levendiger te maken. Want bij een bedrijventerrein hebben we wel een kleine vorm van uitsluiting gebruikt. Namelijk bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan binnen het gebied bedrijventerrein. Maar binnen die bedrijfsactiviteiten zijn weer bepaalde activiteiten uitgesloten. En de activiteiten die niet verricht worden zijn bijvoorbeeld de activiteiten met een externe veiligheidsrisico's of CVSO-inrichtingen. Dus op die manier kan je het inderdaad dan ook reguleren. Door uitsluiting. Juist. En dan hebben we nog een algemene, hè, onder voorwaarden. Ook voor als je insluit en uitsluit, ga je daarna waarschijnlijk ook voorwaarden stellen. Maar we hebben ook nog die openingszin. Bij het verrichten van activiteiten wordt voldaan aan. En op de een of andere manier zien we die ook vaak terugkomen bij de thema's. Binnen een gebied, bij niet een gebiedstype, maar bij de thema's waar we zo op komen. Maar hier worden bijvoorbeeld voorwaarden gesteld aan het plaatsen van reclame. Een voorbeeld wat we al eerder aanhaalden vandaag. En dan moet worden voldaan aan de regels in artikel 5.2.30, denk ik, over het plaatsen van reclame. Als ik nog wat reclame mag plaatsen over onze geïntegreerde staalkaart, dan zou ik zeggen, met het oog op het plezier wat het ook oplevert om zo'n omgevingsplan te maken, roepen wij u alle van harte op om ons daarin te mengen. Ja, zeker. We willen niks liever dan dat. Nou, dan kunnen we volgens mij snel verder gaan bij een ander belangrijk thema. En dat gaat om voor de thema's, gebieden en activiteiten. En in het vorige blokje zeiden we het al even. We gebruiken hoofdstuk 4 als richtingaanwijzer. En dat is niet zonder meer van belang. Want juist in hoofdstuk 4 kun je dan dat onderscheid maken tussen die thema's, gebieden en activiteiten. Ook als u zelf zegt van ik ben, ik ga zelf mijn regelmodellering maken bij het optellen van mijn omgevingsplan en mijn regelstructuur in elkaar zetten, dan denken wij toch dat dit de drie ingrediënten zijn, de thema's, de gebieden en de activiteiten, dat de drie ingrediënten zijn waar eigenlijk ieder omgevingsplan uit zal bestaan. In de kern natuurlijk die activiteiten, maar ook die thema's en die gebieden spelen een vrij belangrijke rol. En daar hebben we dan ook drie sheets aan gewijd, hè? Over elk ingrediënt een sheet. We beginnen met die thema's, en dat doen we niks voor niets. Niet voor niets dat we met die thema's beginnen, want zo zit het ook eigenlijk in het werkproces zoals wij dat hebben ontdekt. Ook met die partijen die je eerder zag, met die gemeente, met die adviseurs. Dat het een handig aanpak is om thematisch te beginnen. Niet in de laatste plaats voor
mijn type mens, de bestemmingsplanmakers, dat het handig is om je te dwingen pas in gebieden te schieten als het echt niet anders kan. Met andere woorden, als het echt nodig is. Ja, dus eigenlijk ga je met thema's eerst algemene regels stellen. Ja, dat die zou kijken zeggen, wat ja. je zoveel mogelijk binnen het hele grondgebied kan regelen. Precies. En dat geldt voor thema's die je nu kent uit de verordeningen, maar ook voor thema's die eigenlijk al in het bestemmingsplan nu zitten. Een thema, hoe definiëren wij een thema? Mm-hmm. Die vraag krijgen we ook regelmatig. Wij hebben een vrij wetgevingstechnische definitie van het begrip thema. Namelijk daar waar we geen antwoord geven op de of-vraag of een activiteit met gebruik zijn ergens mag of niet. Maar daar waar we direct met de deur in huis vallen, over openingszinnen gesproken. Ja. Daar waar we direct met de deur in huis vallen met welke voorwaarden gelden er bij deze activiteit. Daar spreken we van thema's. En dan kun je denken aan een thema als, nou ja, noem eens geur of lichthinder, maar ook een thema als parkeren, mm-hmm. een thema als recreatie. Eigenlijk ook veel beleidsthema's lenen zich wel voor die manier van regelen, een thematische manier van regelen. Maar we hebben ook als thema opgenomen in de geïntegreerde staalkaarten als het bouwen van een hoofdgebouw. Ja. Want dat is een vrij moeilijke, maar die kun je in principe ook algemeen regelen. Ja, precies. Als je nu met schuinoog naar het BOR kijkt, zoals dat nu geldt, is dat eigenlijk ook een thematische regeling mm-hmm. voor het bouwen van hoofdgebouwen. Maar ook voor met name die erfbebouwing die daarbij zit. Bijgebouwen, uitbouwen, bijborende bouwwerken, dat soort. Dus we kunnen ook het bouwen echt als thema neerzetten. Sterker nog, als je nu een bestemmingsplan bekijkt, dan zie je dat je veel van die... In hoofdstuk 2, in de bestemmingsregels, het tweede lid van ieder artikel gaat over bouwen. We kennen dat structuurtje en als je dat goed bekijkt, dan is dat ook bijna elke keer hetzelfde. Binnen het bebouwingsvlak mag een hoofdgebouw worden opgericht en daarbuiten mag volgens het vergunningvrij bouwen worden gebouwd en niet meer dan dat. Maar voordat we te veel bouwwerk oprichten, want het is altijd een favoriet onderwerp. Precies, een thema op zich. Precies. Er zijn natuurlijk andere thema's te bedenken, maar als je dan, er zijn heel veel thema's te bedenken. Vrijwel iedere regel is een thema te gieten. Als dat lukt, doe ook je best om dat te laten lukken, mm-hmm. met de definitie die ik net noemde. Dan zijn dit de spelregels eigenlijk voor dat thema. Dat is een regeling voor het hele gebied van de gemeente. Eigenlijk het hele ambtsgebied. Het tweede bolletje heb ik voldoende besproken. Dat het voor het hele ambtsgebied geldt, wil niet zeggen dat je ook met werkingsgebieden kunt werken. Hè? Dus met deelgebieden noemen we dat. Voor ons jargon, deelgebieden. Ja, en dat is dan dus niet een reden om in de gebiedstype te schieten? Maar dan kun je gewoon deelgebieden in je thema opnemen. Dit zijn opnemen. Eigenlijk ook soort themakaarten in je GIS-systeem, zeg maar. In je omgevingsplansysteem, waar je eigenlijk een themakaart selecteert. En ziet dat ook voor dat thema, ook een thema als bodem bijvoorbeeld. Mm-hmm. Op verschillende plekken verschillende regels gelden. En dan is het eigenlijk dezelfde regelsystematiek voor heel je ambtsgebied, maar net andere normen. Daar zit het vaak in, dus een andere instelling van het mengpaneel. Bij thema's stellen we regels. Dat is eigenlijk ook de definitie van thema's, zoals mm-hmm. ik het net noemde. We stellen regels qua openingszin. We zijn direct heel stellend. Ik weet niet of dat heel goed werkt bij openingszinnen, maar het geeft in ieder geval een indruk van met welk thema je te maken hebt. Je laat wel zien dat je ergens voor open staat, toch? Precies. Je valt direct met de deur in huis. Ja. Je komt meteen ter zake. Hoe gaan we dat doen? Mm-hmm. Wij stellen regels onder voorwaarden en we sluiten dus niet in of uit. En dat klinkt dan weer heel inclusief. Zeker, zeker. En dat brengt ons bij de gebiedstypes die soms misschien wat exclusiever zijn. Ja, want dan kom je iets meer op de bestemmingsplanbenadering, maar dan niet op het niveau van het perceel. Maar op het niveau van die gebiedstypes zoals we dat net ook met u beschreven. Alleen bij de gebiedstypes, dus alles mm-hmm. wat overblijft nadat we groen helemaal hebben uitgenut. Alleen bij die gebiedstypes gaan we werken met activiteiten met gebruiksruimte. Dat begrip, zoals we dat net introduceerden met die A tot en met L definitie. De activiteiten die elkaar binnen het lokale fysieke leefomgeving wederzijds beïnvloeden. Dat reserveren we eigenlijk, dat begrip activiteiten met gebruiksruimte reserveren we voor de gebiedstypes. Daar gaan we dus in en uitsluiten. Met andere woorden, dus voordat we regels gaan stellen, geven we eerst antwoord op de of-vraag. Of in termen van het mengpaneel, voordat we schuifjes gaan stellen, gaan we eerst knopjes aan en uitzetten. Ja. Op die planologische en milieukundige activiteit. Mag de horeca hier überhaupt aan uit? Mag die agrarische activiteit hier überhaupt? Mag dat wonen hier? Mag dat wonen, hè? Want wonen was ook zo'n... Hadden we gezien, wonen is ook zo'n activiteit met de gebruiksruimte. Want het heeft ook invloed op het perceel. Ja. Namelijk van de perceel die eventueel bijvoorbeeld geluid wordt veroorzaakt. Ja. Dus dat zijn ook inderdaad ook iets wat je aan uitzet in zo'n gebiedstype.
Wij kiezen ervoor om die regels over gebiedstypes op te nemen in hoofdstuk 4. Via de figuur van die richting aanwijzen. Mm-hmm. Daar zit ons in een uitsluitmodel. Lees ook dat hoofdstuk goed, hè, van dat, van onze publicatie van de geïntegreerde staalkaarten. In afdeling 4.2 vindt u dat terug. Die gebiedstypes, dat is een belangrijk ontwerpprincipe. Ook als je met het omgevingsplan verder gaat knutselen binnen uw gemeente met uw adviseurs. Het laatste roep ik ook vooral op om dat gezamenlijk te oefenen. Want dan wordt u ook een betere opdrachtgever van. Hè? Mm-hmm. Die gebiedstypes die overlappen niet. Dus in geografische zin, er liggen er nooit twee op een plek. Als je ergens gaat prikken op een plek, ligt er altijd één gebiedstype. In het eindbeeld van 2030, want u gaat ze natuurlijk langzaam plakken. Maar ze overlappen elkaar uiteindelijk niet. En ze zijn gezamenlijk, ambtsgebied, dekkend. En je wil eigenlijk ook geen thematische regels op gaan nemen in dat gebiedstype. Hè? Want nee, zoveel als mogelijk algemeen. Dus dan til je het weer op naar het grotere geheel. Het heeft ook met ons ontwerpprincipe te maken van werken met algemene regels tot het echt niet anders kan. En we gaan pas inzoomen op die gebiedstypes als er echt een noodzaak voor is. Mm-hmm. Ik denk toch eerlijk gezegd, natuurlijk zijn de uitzonderingen te vinden dat veel van de bestemmingsplannen eigenlijk een precies andersom benadering hebben. Die gaan uit van de gebiedstypes. En later komen dan de thematische regels erbij. Maar het zeker. Is ook met de dank op de investering, zeg maar, die we de afgelopen jaren hebben gedaan in die bestemmingsplannen eigenlijk als collectief. Dat we ook nu die stap naar het groene goed kunnen maken. Dan hebben we nog één kleurtje te goed. Het gaat om die drie ingrediënten, de activiteiten. Dat vormt eigenlijk ook wel een van de kernregels van dat omgevingsplan. Hè? Want dat zijn al die werkwoordjes wonen, werken, recreëren. Maar ook die meer WABO-achtige werkwoordjes uit artikel 2.2. Hè? Mm-hmm. Uitweg maken. Een uitweg maken. Kappen. Ja. Moeten we al kappen? Nee hoor, ik zei niet kappen. Oh, nee. Anders zeg je het maar. Dat klinkt toch wel wat anders dan een openingszin. Zeker, maar laten we het vooral bij de activiteit houden. Ja, precies. Over naar deze activiteit. We hebben gezegd die regels over die activiteiten hebben een zo klein mogelijke korrelgrootte. Dat is ook wat jargon, zeg maar. Maar eigenlijk gebeurt het met de WABO ook al. Ik noemde net al een artikeltje 2.2. Als je het artikel daarvoor 2.1 uit WABO pakt, dan zie je een hele lijst met activiteiten die in de fysieke leefomgeving gebeuren. Die zijn uitgesplitst. Wij zijn ook zo ver mogelijk gaan uitsplitsen. En dat doen wij met het oog op het beperken van administratieve lasten, bestuurslasten en regeldruk. Dus dat is niet onbelangrijk. Even een toelichting misschien. Als je een hoofdgebouw gaat realiseren en je klikt op onze staalkaart, mag dat? Dan activeer je misschien wel 5 activiteiten uit hoofdstuk 5. Het bouwen, thematische regel van het hoofdgebouw. Maar ook het in gebruik nemen van een geluidsgevoelige ruimte. Ja. Of het in gebruik nemen van een geurgevoelige ruimte. Of dat valt soms ook onder wonen. Hè? Precies. Het is maar net hoe je het clustert en bundelt. Ja. We splitsen het eigenlijk in hele kleine korreltjes, korrelgrootte, zodat je alleen die korrels op een plek hoeft te leggen die op die plek relevant zijn. Niet overal hoeven we het rekening te houden met hele zware emissienormen voor geur, geluid of trillingen. Alleen daar strooien we die korreltjes vooraf in dat omgevingsplan. Dat geeft ook helderheid vooraf. En dat kan je dus ook doen omdat je het eigenlijk allemaal in hoofdstuk 5 achter elkaar zet. En dan hoofdstuk 4 weer de richtingaanwijzer is naar die korrels. Ja. Dus in hoofdstuk 4 kun je wat groter schieten. Ja. Heb je niet iets groter bereik. Ja. En hoofdstuk 5 verzamelt dan de korreltjes. Precies. En dit is eigenlijk ook al een soort regelbeheersystematiek. Hè? Dus wat wij hier doen is juridisch, maar is ook eigenlijk informatiemodellering. En hier ligt ook de stap naar het DSO en het annoteren. Want als je die activiteit goed annoteert en op activiteitniveau en qua themaniveau en qua werkingsgebieden uiteraard, dan kun je ook straks in dat DSO op een plek de regels selecteren die voor jouw plek en jouw thema of jouw activiteit relevant zijn. Nog wel goed om dat te zeggen. Ik vond het begin best lastig hoor, dat je dan even anders na moet denken. Want je moet dus eigenlijk die activiteit, het hebben van een inrichting voor het maken van verwerken van papierpulp, moet je eigenlijk in verschillende activiteiten onder gaan verdelen. En dus om nog even wat aandacht aan te besteden, want eigenlijk zie je nu dat het inrichtingenbegrip een soort bundel van activiteiten is. Nou, die bundel gaat er met dank aan de wetgever af. Hè. Dat is op zich al wennen. Ja. Worden allerlei milieubelastende activiteiten. De bundel van de bestemming,
met verschillende functies. Die kunt u er zelf afhalen, dat strikje. Ja. En dan hou je eigenlijk, als het goed beschouwt, allerlei activiteiten over. Als je een dubbelbestemming een keer uitpakt, bijvoorbeeld waarde archeologie, dan zie je daar ook allerlei losse activiteiten, als het graven in de bodem, het roeren van de bodem, allerlei losse werkzaamheden bijna gebundeld. Op het moment dat je die bundeltjes eraf haalt, heb je allemaal losse activiteiten die je naar gelang de behoefte kunt bundelen. En gelang de behoefte, daar ligt de koppeling met het beleid, zoals we dat net formuleerden. Dus de, eigenlijk inderdaad wat je terecht zegt van het hebben van een inrichting voor het verwerken van papierpulp, zijn eigenlijk ook al die activiteiten, zoals het hebben van een bepaalde een installatie, hè, met een bepaalde motor. En die kennen we natuurlijk ook al. En uiteindelijk maken we er wel weer strikjes, doen we er wel weer strikjes omheen. Maar dat doen we dus in hoofdstuk 4. Ja, en de DSO helpt je om de laatste dienstverleningstrikjes te stellen en te maken. En ook eigenlijk de strikjes te laten formuleren door de gebruiker. Dus doe mij hier alle regels over. Dat soort queries. En ja, als je dit allemaal samenvat op één sheet, dan heb je eigenlijk alle ontwerpprincipes van ons omgevingsplan, geïntegreerde staalkaarten, bij elkaar. In de notendop, hè. Dus hier kunt u het nog eens even goed nalezen. Maar ook in dat handboek uiteraard. Want daar hebben we het ook allemaal opgenomen. En dan is het denk ik ook goed om nog dit even, wat we net gezegd hebben over die ontwerpkeuzes, ook nog even zo in een structuur te zetten. Want hier laten we eigenlijk zien het verschil tussen gebiedstypes en thema's. En dat kunnen dan over verschillende onderwerpen zijn. Bijvoorbeeld gebiedstype woonwijk, bedrijventerrein, buitengebied. Hè, die elkaar onderling uitsluiten. Maar thema's die elkaar niet onderling uitsluiten zijn natuurlijk bouwwerken of infrastructuur of natuur. En bij gebiedstype is er altijd een geografische locatie, dus een werkingsgebied aangekoppeld. En ook weer de doelen. En juist die activiteiten met gebruiksruimte, waar we net over spraken. En bij thema's kan het dus eventueel, in het geval dat het nodig is, een deelgebied. Dus vandaar eventuele geografische locatie. Wel weer met die doelen en oogmerken werken. En dan heb je ook activiteiten. En ook dat van die deelgebieden binnen een thema, dat wilden we nog even illustreren. Want hier ziet u bijvoorbeeld lichtblauw is het volledige ambtsgebied van een gemeente. En dan heb je bijvoorbeeld een algemene regels en een meldplicht voor uitritten. Nou, daar zou je zo mee kunnen gaan werken natuurlijk. Maar het kan ook zijn dat je dan nog juist één deelgebiedje nodig hebt. En dat is waar dan een vergunningplicht geldt voor uitritten. En ik kan me voorstellen dat dat bijvoorbeeld bij een belangrijke uitvalsweg, dat je daar vanwege de verkeersveiligheid dan wel een omgevingsvergunning voor wilt stellen. En zo ziet dan eigenlijk ook al zo die deelgebieden uit. Je ziet het ook, hè? Zeg maar de actoren met wie je binnen dat omgevingsplan en met uw adviseurs dat binnen uw gemeente dat omgevingsplan maakt. Hier ziet u de koppeling met de GIS-specialist en de regelbeheeranalist. En de, misschien heeft u in uw gemeente ook wel een informatieanalist. Hè? Dus de manier waarop we regels modelleren. Betrekt die informatieanalist ook echt daarbij, bij het opstellen. Met name ook in de beginfase van het opstellen van uw structuur. Betrek ook die GIS-specialist. Dat is ook vaak degene die annotaties misschien plaatst. Dan kunt u ook met elkaar zeg maar, het beste uit uw eigen vakgebieden naar boven halen en tot een mooi omgevingsplan komen. Dat omgevingsplan van 2030 komt namelijk rap dichterbij. Want bij de eerste wijziging van uw omgevingsplan moet u ook al weten in welke structuur u die wijziging ophangt. En welke richting het op zal gaan. Hè? Nou, we hadden het net al over die bollen van met de thema's, gebieden en activiteiten. En daar hebben we ook nog wat voorbeelden van. We noemden al wat voorbeelden, maar ook gewoon echt de regels vanuit onze geïntegreerde staalkaart. En hier ziet u bijvoorbeeld voor dat thema bouwen, want dat was juist ook een thema wat we hadden benoemd, hè? Van bouwen kan gewoon thematisch geregeld worden. En dit is dan een voorbeeld van het hoofdgebouw bouwen. En let u vooral op, het gaat dan ook om de activiteit bouwen. En daar staat het bouwen van een hoofdgebouw. En dit is dus ook veel breder dan alleen woningen, zeg ik er nog maar even bij. Want bij hoofdgebouwen denken we wel eens alleen aan woningen. Maar dat gaat dus verder dan dat. En let u ook vooral op dat andere pijltje. Daar staat werkingsgebied van de hele gemeente. Want er staat namelijk duidelijk binnen het ambtsgebied. En dan vervolgens worden er een aantal voorwaarden gesteld. Dus dit is eigenlijk een klassiek voorbeeld van een openingszin waarin je met de deur in huis valt en voorwaarden stelt. Precies, ja. En ik zeg maar even, als je nog heel even terug. Ja, dank je. De
juristen en andere techneuten die samen dat omgevingsplan bouwen. Mm-hmm. Ik zeg nou maar even in de richting van de andere techneuten. Daar waar dat werkingsgebied de hele gemeente betreft, hoeft u niet een daadwerkelijke GIO daaraan te koppelen. Want dat geld is al geld. Alleen daar waar het werkingsgebied kleiner is dan het hele Amtsgebied. Dus daar waar een noemer wordt opgenomen in de tekst. Dus een verwijzing naar een stukje geografisch gebied binnen de gemeente. En dat zien we in het volgende voorbeeld. Alleen daar waar die noemer zit, op de volgende sheet. Bijvoorbeeld hier binnen het woongebied. Als je dat doet, dan is dat een verwijzing naar een stuk binnen uw gemeente. Dan alleen daar ga je ook daadwerkelijk de geometrie koppelen aan die regel. Precies, en dat is dan in dit geval de geometrie van het werkingsgebied. Van het gebiedstype woongebied. En let ook vooral op de tekst aan het begin, hè? Want daar staat, we zijn alleen de volgende activiteiten toegestaan. Dus alleen de volgende activiteiten verricht. En dan krijg je vervolgens een opsomming. En dit is dus een typisch voorbeeld van een gebiedstype woongebied. Dat begint met insluiten. Juist, dit is wel loodgieterstijl, hè? Meer in de techniek kunnen we bijna niet komen. Nee, zeker. We zijn ook bijna klaar hoor. Dus bear with us. En dan zie je natuurlijk hier bijvoorbeeld ook weer in dat gebiedstype woongebied. Zie je een aantal voorbeelden. Maar daar zie je dan ook weer die korrelgrootte van die activiteiten in hoofdstuk 5. Bijvoorbeeld, er gelden allerlei voorwaarden dus bij het wonen. Maar dan wordt er onder andere voldaan aan het trillinggevoelige gebouw toevoegen. Maar ook bijvoorbeeld het geluidgevoelige gebouw toevoegen binnen een bepaald geluidsaandachtsgebied. Maar ook de laatste sub-H is bijvoorbeeld wonen algemeen. En hier ziet u dus eigenlijk juist weer dat je voorwaarden kunt stellen. En dan kunt verwijzen naar kleine deelactiviteiten. Of eigenlijk gewoon de activiteit met een kleine korrelgrootte. Zo worden eigenlijk alle medicijnpakketjes geselecteerd door die robot in het midden. Hier zien we een grote beslistabel, misschien wat groter in beeld. Hè, waarbij het gaat over het transformatiegebied. We zeiden het al, een deellevering die we nu en passant aan u meeleveren. Kijk daar ook goed naar. We komen even terug ook op wat we net hebben aangestipt rondom het voorbeeld reclame. Mm-hmm. Waar we een beslistabel hebben gemaakt. Je kunt... Ja, beslist ook een tabel maken voor het hele transformatiegebied op het onderwerp wonen. Zeker. En dan zie je, dat zie je hier terug. Het is slechts een voorbeeld. Het sluit qua, als je heel precies gaat kijken, ook niet helemaal exact meer aan op waar we op uit zijn gekomen. Nee, want in het iteratieve proces hadden we inmiddels weer een voortschrijdend inzicht. Hè? Ja. Maar wat je wel ziet hier in dat beslistabel is dat je bijvoorbeeld die verschillende elementen terugkomen. Zoals die geluid, gevoelig gebouw toevoegen en trilling. Precies. Gevoelig gebouw toevoegen. En dat daar dus ook allemaal voorwaarden aan gesteld kunnen worden. En dat dus, dat dus heel belangrijke elementen zijn voor het stellen uiteindelijk van die regels over wonen. Dus we zien hier een vrij stevige matrix met heel veel cellen. En je ziet eigenlijk al die cellen, dat weet je, de activiteiten met kleine korrelgrootte. Mm-hmm. Hoe dat dan ook werkt, zodat je uiteindelijk in die deelconclusie eigenlijk onderin deze knikkerbak... de precieze regels op een locatie kan stellen voor een activiteit die echt nodig zijn om de beleidsdoelen te stellen die je voor die activiteit op die locatie wil stellen. Ja, waarbij die activiteit eigenlijk ook niet uit de lucht komt vallen, maar voortvloeit uit onze eerdere blokjes. Wat zijn uw doelen? Wat zijn uw oogmerken, motieven om regels te gaan stellen? Want vanuit die motieven formuleer je überhaupt de activiteiten. Maken wij ze, zouden wij voorstellen, vervolgens hakken we ze in kleine mootjes. We maken ze klein, we komen met besliste bellen tot eigenlijk een regeling. Ik zou bijna zeggen, dit is ook de plek, het koppelvlak, om nog wat technische woorden aan te brengen, waarin de juristen en de regelbeheeranalisten elkaar vinden. Dit is de plek, alleen samen krijgen we dat omgevingsplan onder controle, waar je aan de hand van dit soort concrete tabellen, die je dwingen om jouw wollige beleidsteksten zeg maar, te formuleren in strakke regels, als dat lukt, dan lukt het om zo'n tabel te maken. Dan lukt de rest van het omgevingsplan ook. Zeker, want deze tabellen maken wij ook van ons lol. Maar die maken we dus ook met name om inzichtelijk te maken welke keuzes ze maken. En als we zo'n tabel hebben, dan kan iedereen op basis daarvan weer aan de slag. Hè? En zorg je ervoor dat de juridische regels, het annoteren van de regels. En ook uiteindelijk, als dat van toepassing is, de toepasbare regels. Dat die dan allemaal op elkaar aansluiten en hier samenvallen. Dus samen met hoofdstuk 4 noemden we toch het hart van het omgevingsplan, althans van de structuur. Precies. Maar die beslistabellen zijn eigenlijk het hart van de achterkant van het omgevingsplan, denk ik. Precies, of eigenlijk de inhoud van het mengpaneel, de draden en de modellering.
Als hij daar op mee kunt komen, dan kan ik me heel goed voorstellen, ik kan me eigenlijk haast niet anders voorstellen dan als hij dit heeft gehoord, dat hij verder aan de slag wil met het maken van het omgevingsplan samen met uw adviseurs. En dan zijn dit de vindplaatsen, de plekken waar u het materiaal kunt vinden, waar we u het afgelopen uur in hebben meegenomen. De geïntegreerde staalkaarten hebben we natuurlijk uitgebreid besproken, met daarin de vervanging van het casco en de integratie van alle eerdere staalkaarten die we hebben gemaakt. De ontwerptool, die u ook kunt gebruiken om gestructureerd tot het antwoord op al uw vragen, in ieder geval rondom uw omgevingsplan. Die is ook gewoon makkelijk te vinden, hè, op onze website via ontwerptoolomgevingsplan.vng.nl. Precies, en Google is altijd een prettige vriend om binnen te komen. Ja. Het handboek voor het opstellen van het omgevingsplan, niet onbelangrijk. Ook als u stukjes omgevingsplan uitvraagt bij uw adviseur, kunt u, zeg maar, ook, helpt u ook om antwoord te geven op die ontwerpvragen. Op een gestructureerde manier. Dat helpt u ook eigenlijk als u dat vooraf doet. Om tot opdrachtverstrekking richting uw adviseur te komen. En Nienke heeft al genoemd het eerdere webcollege. Dit is er één, maar er zijn er beslist meer van te vinden. Mocht u nog niet genoeg van ons hebben? Nou ja, ik kan me voorstellen dat je nu even uitgekeken bent. Dat denk ik ook. Maar uiteraard verwijzen we u ook hier graag naar de andere webcolleges die we eerder hebben gemaakt. Maar we hopen met name dat u nu getriggerd bent om die geïntegreerde staalkaarten en dat handboek ter hand te nemen. En ik zou eigenlijk u heel hartelijk willen danken voor al uw aandacht. Geniet ook ervan om met uw werk, met al die maatschappelijke opgaven die ondertussen op ons afkomen, noem de landbouwtransitie, de woningbouwopgave, et cetera. Zorg dat uw techniek wat dit betreft op orde is, want dan kunt u die opgaves ook beter faciliteren. Zeker, want we staan namelijk ook heel erg open, hè, voor alle vragen. Dus daar kunt u ons ook altijd voor mailen bij de VNG. Bijvoorbeeld via staalkaarten@omgevingsplan.nl. Dit is Maarten en ik ben Nienke en ik wens u nog een fijne dag. Tot ziens. Tot ziens.